Samantha Steenwijk en lieveling, wat hou ik van jou. En het toeval wil, wij hebben nu heel toevallig Samantha Steenwijk aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, leuk dat je even bij ons in de uitzending wil zijn. Ja, hartstikke leuk. Het is altijd gezellig op de radio. Ja, ja, precies. Lekker live. Ja, lekker live. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, en de reden waarom ik je bel... ik zelf ben fan van jou. Maar belangrijker is nog, de luisteraars zijn groot fan van jou. Dus ja, dan willen we toch eigenlijk alles even van je weten natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Hartstikke mooi. Wat leuk. Ja, nou goed zal ik even... horen. Nou ja, laten we even bij het begin beginnen, Samantha. Ja. Je bent geboren 12 april 1986 in Voorburg. Dus snel rekenen, ben je nu 29 lentes jong. Klopt helemaal. Ja, in 2013 ben jij getrouwd met een hele lieve vrouw, Daisy. Klopt ook. Maar het leuke is dan wel van die trouwerij, daar wil ik dan nog wel eventjes dan even op terughaken. Je bent getrouwd door Imca Marina, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat klopt helemaal. Ja, dat was altijd wel een wens. Ik heb mijn leven lang al gezegd, ik ben altijd fan van Imca geweest. Dus ik ook gewoon haar persoonlijkheid, ik vind gewoon een heerlijk mens. En op een gegeven moment, word je wat ouder. Dus heb ik gezegd, nou als ik ga trouwen, dan is één voorwaarde dat Imca Marina ons gaat trouwen. Dus dat was ook belangrijker dan wat dan ook. Als Imca niet had gekund, hadden we echt de bruiloft verplaatst. Oh, zo belangrijk voor zo je? Was het, zo was het zelfs, ja. Okay. Ja, ik vond het gewoon leuk, het moeten... Ja, Imca brengt altijd een leuke sfeer met de eigen mee. En dat was precies de sfeer die we uit de bruiloft willen hebben. Dus dat was wel leuk. Ja, wat ook opvalt, je vrouw is er ook altijd bij, hè? Ja, 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 die is altijd mee. Die rijdt 9 van de 10 keer eigenlijk. En het is altijd, je voelt je eigenlijk altijd wel gesterkt natuurlijk. Als je met iemand bent die hetzelfde meemaakt met alle optredens als dat jij meemaakt. En ja, die precies weet wat ze moet doen als er iets mis zou gaan of ik veel wat. Dus ja, dat is natuurlijk altijd wel goed. Nou ja, dat treft... Alles fijn. Ja, goed, maar je treft het er wel mee natuurlijk als je zo'n partner treft die er ook zo in betrokken is. Ja, ja, ja. Ja, ja, goed. Absoluut. Kijk, je kan natuurlijk wel verliefd zijn en getrouwd zijn en een leuke partner hebben. Maar ja, die partner hoeft niet altijd jouw werk altijd leuk te vinden natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Nee, dus uiteraard. Dat is helemaal waar. Nee, wat dat betreft zijn we wel een sterk team geworden. Ja. Samantha, we weten, de meesten kennen jou ook wel uit het programma Bloed, Zweet en Tranen. Mm-hmm. Maar voordat we daar verder op ingaan, wil ik even weten, wanneer ben jij nou eigenlijk echt officieel begonnen met serieus zingen, zeg maar? Dus niet, ik bedoel dus niet op de schoolmusical, maar echt zoals je een beetje nu bezig bent, zeg maar, met optreden. Ja, 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 ja. Ja, dat is toch wel, ja, ik was 16 toen ging ik mijn eerste optredens doen, maar dat je echt op een gegeven moment een bedrijfje begint en dat soort dingen, toen was ik daar... Ik denk iets van 2007, denk ik, of zoiets dat het geweest is, 2008. Oh, oké. Okay. Dus dat is, even kijken, ja, een jaar of acht geleden ongeveer. Ja, ja. Nou, dus dat is ook alweer een eindje natuurlijk, hè? Toch een poosje bezig. Ja, inderdaad. Ja, dat de tijd vliegt. Ja. Als ik erover nadenk, af en toe denk ik, jeetje, Mina, is het al zo lang. Ja, precies. Maar ja, het is gewoon leuk. Dus misschien ook daarom, als het leuk is, dan gaat de tijd snel, hè? Ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. Met alles. Ja, precies. En toch even over bloed, zweet en tranen. Heeft het jou ook verder gebracht als waar je was? Of? Ja, 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 absoluut. Ja? Ik zou ook altijd iedereen aanraden om, ik weet niet of er nog een derde seizoen komt überhaupt, maar om daaraan mee te doen en... Er is ook gewoon niemand slechter van geworden van het hele programma. Ook al ben je alleen maar één keer op tv geweest, dan nog hebben ze er heel veel boekingen uitgehaald. En noem alles maar op. Ja, dat is voor mij gelukkig nog ietsjes verder, nog ietsjes groter geworden als één keer op de tv. Maar ja, dat is niet normaal. Mijn leven is nooit meer anders geweest als voorheen. Dus nou, ja, het heeft me heel veel gebracht. Heel veel mooie dingen. Nou ja, kijk, een collega van het programma, Laura Ros, had ik vorige week in de uitzending. En zij had dus de pech. En dat kon ik me eigenlijk wel voorstellen. Je hebt natuurlijk een programma, wordt gelanceerd op televisie. Mensen zijn soms huiverig, gaan niet gelijk kijken. Ja, en als je dan natuurlijk als haar natuurlijk gelijk in de eerste aflevering zit. Ja, 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 ja. Dan heb je dus kans dat je een heel groot publiek net even mist. Want zij krijgt dus heel vaak de opmerking van, joh, je moet eens mee gaan doen met dat programma. En dan zegt ze, ja, heb ik al gedaan. Maar dat hebben ze dan allemaal gemist. Ja, ja, ja. Maar ja, er zijn ook weer heel veel mensen die het juist weer wel hebben gezien natuurlijk. Ja. Tuurlijk, ja, je mist altijd. Wij hebben ook kijkers gemist doordat er misschien, weet ik veel, voetbalwedstrijd op tv was of weet ik veel wat. Maar ja, ja, weet je, uiteindelijk zijn het altijd nog meer kijkers dat je thuis op de bank gaat zitten of dat je een optreden in een café hebt waar 100 mensen staan. Ja, toch? Ik bedoel, het heeft natuurlijk een bereik van hier tot Ginter. En, ja. Ja, het is ook gewoon een heel leerzaam proces geweest. En heel... Ja, ook gewoon mooi als ik nu naar Hilversum rijd, naar het Mediapark of weet ik veel wat. Dan denk ik, oh heerlijk, wat een tijd was dat toch. Dus ja, ik heb alleen maar goede ervaringen ermee. Echt waar.
Ja, nee, maar als ik dan de beelden terugzie, dan zie ik je ook altijd stralen. Maar ja, dat zo ben je persoonlijk van je eigen ook al, hè, neem ik aan. Want ik bedoel... Ja, nou, ik waardeer altijd gewoon alles wat je mee mag maken in het leven. En dat niks komt je aanwaaien. Nee. En als dan dingen lukken, dan is dat natuurlijk geweldig. En zo ook daar, weet je. We gingen af en toe repeteren en... de meesten zaten op de kleedkamer of die waren iets voor de zelf aan het doen. En ik uiteindelijk ook wel. Maar ik ging op de tribune zitten. Dus het liefst zo hoog mogelijk. En dan keek ik over heel die zaal in en waren mijn collega's aan het repeteren. En daar genoot ik van. En dan keek ik om me heen en dacht ik, wat hangt hier allemaal voor apparatuur en weet ik veel wat allemaal. Wat een poespas. Maar ja, dat is alleen maar, ik heb er alleen maar van genoten, weet je. Ik genoot er ook echt van die tijd. Dus ja, dan is het natuurlijk geweldig als je alleen maar elke keer weer een stapje verder komt. Want dan mag dat nog allemaal langer duren. Ja, precies. Inderdaad. Goed, ik ben blij dat je in ieder geval hele goede herinneringen eraan hebt en ook goede boekingen eruit hebt geboekt. Maar ik vind je single Proost op het leven vind ik een supertje. Vind ik een toppertje. Dankjewel. Maar die is in 15 mei uitgekomen. Dus bij mij zit de krasjes wel op de single als het nog van vinyl zou zijn. Dus ik zit eigenlijk met een prangende vraag. Wanneer krijgen we weer een nieuwe single van Samantha Steenma? De volgende. Ja. Nou, we zijn, ik maak natuurlijk het liedje samen met Vincent. En we zijn toevallig 2 dagen geleden teruggekomen uit Turkije. Daar waren we allebei. En daar hebben we heel veel gepraat over hoe of wat. Wat gaan we doen? Want het was, we hebben vorige maand gezeten met elkaar. En het was lastig om iets te vinden wat deze twee singles overtreft, zeg maar. En je wil natuurlijk eigenlijk alleen maar verder komen. En je wil niet maar een single uitbrengen omdat je dan maar iets uitbrengt. Omdat je iets van je eigen moet laten horen, terwijl je er eigenlijk niet achter staat. Dus we hebben heel veel gesprekken gehad en we zijn nu wel op de goede weg. Er gaat waarschijnlijk dit jaar nog wel een single komen, ja. Dat wel. Maar hoe of wat en noem maar op, dat laat ik allemaal nog even vormen. Maar het komt goed. Oké, dat het in ieder geval dit jaar nog komt. Ik bedoel, het jaar is bijna om natuurlijk. Dus, Inderdaad. Ja, we moeten wel vaart gaan maken, maar daar zijn we heel erg goed in, moet ik zeggen. Want het is met de vorige singles ook... Op een gegeven moment waren de singles klaar en toen moest er binnen een week nog een videoclip opgenomen worden, afgemonteerd. En het moest nog gemasterd worden. Ik weet allemaal niet wat er gedaan moet worden. En dat is ook allemaal gelukt. Dus we zijn wel, we kunnen wel presteren onder druk, laat ik het even zo zeggen. Ja, en onder presteren onder druk, er is in het verleden ook nog wel eens een keer iets mafs gebeurd met je. Bij de trossterren.nl, of wou je het liever niet meer over hebben? Dat je denkt, ik was het eigenlijk vergeten. Ik heb geen flauw idee waar je naartoe gaat, maar je mag alles bespreken. dat maakt niet uit. Je maakt een prachtige opkomst en ineens ga je keihard onderuit. Oh, ja. Nee, dat was niet bij Tros, dat was bij het voorprogramma van Gerard Joling, zijn concert. Oh, was bij het concert. Oh, dan heb ik het verkeerd opgetypt. Mijn fout, maar dat maakt niet uit. Nou, maakt niet uit. Ja, dat is inderdaad gebeurd. Ja, 22.000 mensen en dat was in 2009. En er stonden 22.000 mensen voor met het laatste liedje toen. Het had geregend en het podium liep schuin naar beneden. En toen gleek ik toch eventjes op mijn kleine billetjes. Ja. Maar goed, volgens mij stond ik sneller als dat ik viel. En kreeg ik een staande ovatie. Dus wat dat betreft was het gelijk weer goed. Ja, dat moet je allemaal een keer meegemaakt hebben. Hè? Ze noemden het ook een Anneke Grunlo momentje. Ja, dat is ook echt zo, ja. Dat was inderdaad... die dingen gebeuren, weet je. Dus dat doet iedereen. Ik bedoel, als jij, weet ik, van bouwvakker bent, dan val je ook wel eens op je werk. Alleen dan kijken er iets minder mensen. Dus dat is dan wel weer een schale troost. Maar ja, je valt allemaal wel eens. Ja, zo ook ik. Ja, en dan wil ik ook nog even vragen. Ben jij ook nog van plan om binnenkort richting Zeeland af te reizen? Want wij zitten hier in Zeeland, onze luisteraars ook. Ja, ik heb ze ook wel buiten Zeeland via internet. Maar even globaal gesproken hebben we toch Zeeuwse luisteraars. Dus... Ja. Ja, ik heb geen flauw idee wat er eigenlijk allemaal op de agenda staat. Maar de mensen kunnen dat altijd sowieso zien op de website. www.samanthasteenweg.nl. En daar staat de agenda voor de komende twee maanden in. Ik heb geen flauw idee of er iets in Zeeland tussen staat. Maar ik ben er niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ik weet niet waar het aan ligt, maar... Er zijn wel genoeg feestjes bij jullie volgens mij, toch? Ja, wij zijn best wel feestnummers wat daar aan gaat. Ik bedoel, wij houden ook wel van feest eigenlijk, dus ja. Ja. Nou ja, ik ben er niet veel. Ik weet niet waar het aan ligt, maar wie weet komt er na vandaag verandering in. Ja, je weet het niet. Hè? Ik bedoel, kijk, de mensen die de feestjes organiseren moeten je wel net kennen natuurlijk. Ja, uiteraard. Kijk, want als ik tegen sommige mensen zeg van joh, ik heb Samantha Steenwijk, dan zeggen sommigen, wie is dat? Maar ja... Zo is het, hè? Niet iedereen kent jou en Laura Ros en Tamara Tol en wie ik allemaal gehad heb. Maar ja, goed. Mm-hmm. Als je natuurlijk in het Nederlandstalige circuit zit, dan ben je gewoon een hele bekende. Absoluut. Ja, toch? Ik doe mijn best. Nou ja, goed. Zoals je zelf in Bloed, Zweet en Tranen ook al aangaf, het zijn natuurlijk meer volkszangers als volkszangeressen.
Ja, daar zit echt een heel groot verschil in. En waar dat aan ligt, weet ik nog steeds niet. Want als je gaat kijken naar vroeger... Ik heb wel eens een gesprek met Corrie erover gehad. Corrie Konings. Ja, Over hoe dat nou kan. Vroeger had je had Corrie Konings, je had Imka Marina, je had Sugarly Hooper, je had Willeke Alberti. Ga zo maar door. Er waren er Bonnie Sinclair. Er waren er zoveel die naast elkaar op topniveau eigenlijk presteerden. En tegenwoordig is dat natuurlijk... is dat heel anders eigenlijk. Het zijn bijna alleen maar mannen. Ja. Dus ja, weet je, ja, ik weet niet waar het aan ligt. Ik doe in ieder geval mijn best. En gelukkig gaat het hartstikke goed. En doen we onwijs veel boekingen elk jaar. Maar ja, de grote doorbraak en de grote hits, ja, dat blijft toch een beetje uit voor de zangeres op dit moment. Ja, maar goed, wat niet is, kan nog komen. Ja, precies. Want ik heb altijd wel het idee, en dat vind ik dan wel weer zielig. Nou ja, zielig niet, maar klinkt ook weer gelijk zo heel zuur. Maar het is wel zo, net zoals zangeres als jij en Laura Ros en Tamara Tol. Het zijn grote artiesten. Ik ben zelf groot fan van jullie. De luisteraars houden ook van jullie muziek. Maar ik heb altijd het idee dat je eerst in de top 40 een beetje in de top 10 terecht moet komen. Voordat je ook in één adem genoemd wordt met Koos Alberts en alle andere grote helden. Ja, en dat is juist het lastige op dit moment, denk ik, dat zeg maar vroeger, daar had je natuurlijk één tv-programma, dat was Top Op. En als je daar kwam, dan was je gelijk landelijk doorgebroken. Ja, er zijn tegenwoordig onwijs veel tv-programma's en veel meer pop natuurlijk. Weet je, kinderen die kunnen veel makkelijker een liedje kopen. Vroeger kocht je pas een single als je 20 was, tegenwoordig kopen ze het als ze 10 zijn. Dus die kopen daar helemaal gek aan, Justin Bieber en weet ik veel wat allemaal, dus... Ja, daarvoor is het natuurlijk wel moeilijker voor ons als Nederlandstalige artiest om dan de top 40 in te komen. Dat gebeurt gewoon niet meer. Nee, we missen bijna niet meer. We missen Giel Montagne met Op Volle Toeren. Ja, dat is echt zo. En weet je, natuurlijk, we doen ons best. En de singles, ja, het wordt doodgedraaid. En maar goed, het is toch wel een beetje, ja, de media misschien ook wel die dat tegenhoudt. Ik heb geen flauw idee. Nee. Ik word er allemaal, daar wordt een beetje lacherig over gedaan. Terwijl er... Ja, weet je, als je gaat kijken naar Bloed, Zweet en Tranen, naar onze finale hadden we 1,4 miljoen mensen die keken in de finale op SBS. Ja, dan denk ik, dat zijn toch wel echt, zeker voor SBS, hele grote cijfers. Ja, precies. Er is gewoon onwijs veel animo voor. Maar ja, het wordt toch een beetje geboycott op een of andere manier. Ja, ik merk het ook, want toen ik dit programma overnam, dit programma staat al 20 jaar bij ons op programma. En het is gewoon het populairst, het meest beluisterde programma. En het is gewoon omdat iedereen Nederlandstalige muziek natuurlijk een warm hart aandraagt. Ja, dat is ook zo inderdaad. Ja, dat leeft ook wel. Er zijn ook wel heel veel er zijn steeds meer feestjes, veel meer feestjes als vroeger. Maar ja, het is zeg maar een beetje wat meer naar een tweede level zeg maar toegegaan. En vroeger was het allemaal veel meer op tv en zo. Ja, ja, dat wordt nu, dat is toch wel jammer. Want dat heb je toch wel nodig om echt een top 40 in te krijgen natuurlijk. Dan heb je wel echt de tv erbij nodig. En ja, zolang die niks uitzenden, dan gaat dat ook niet gebeuren. Nee, dat precies. Dat geloof ik ook niet. Nee, zeg maar echt, ja, misschien de laatste top 40 hit. Ik denk dat is geweest. Heb je even voor mij van Frans Bauer. Nou, die is inmiddels ook al een jaar of 10 oud. Ja, ja. Dat echt een volkse plaat was wat in de top 40 kwam. Ja, maar dat kwam natuurlijk puur door die serie van hem. Ja, inderdaad. Dus ja, dan heb je het weer over de tv en dan... Ja, ik denk toch wel dat het ook wel maakt, laat ik het zo zeggen. Weet je wat misschien een goede zou zijn? Naast je vrolijke liedjes zou je misschien samen met Vincent, of Vincent heet die man, hè? Ja, Vincent. Dat je samen even met Vincent is een beetje af en toe eens moet richten op een soort van populair televisieprogramma die nog een liedje nodig hebben, zeg maar, als intro liedje. Ja, ja, ja. En dat je dan op die manier door kan breken in de top 40. Ja, dat zou mooi zijn. Maar het ging het allemaal maar zo makkelijk. Ja, nee, ik weet het. Het is heel moeilijk. Maar je weet het nooit. Zelfs met radiomakers. Hè. Ik bedoel, er zijn er een paar die breken door en die verdienen miljoenen. En er zijn er een hoop, zoals ik. Ja, dat wordt nooit meer als vrijwilligerswerk. Ja. Dus ja. Ja, joh. Maar maakt niet uit. We moeten maar blijven lachen. Als we maar lekker kunnen blijven lachen, dat doe ik zeker. Dus blijven we het nog maar jaren doen. Mocht jij een keer in de buurt zijn van Zeeland, of ik een keer in de buurt ben van een concert waar jij bent, dan wil ik zeker eventjes even daten, zeg maar. Dat we elkaar even kunnen zien, zeg maar. Dat is goed. Gaan we even samen op de foto en dan doen we dat eventjes weer in het radiofoldertje plakken. Dan heb je weer een extra populariteit van Samantha Steenwijk. Leuk. Hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, je zit vandaag in de special. We hadden net al, lieveling, wat hou ik van jou? Nu, hou toch van mij. En als laatste straks je laatste single, Proost op het leven. Helemaal leuk. Oké, bedankt voor je tijd. Dat je even het interview wilde doen. En een fijne donderdag nog verder. En tot horens. Tot snel. Oké, doei. Hai, hai.